Het is weer tijd voor het praatje op de markt. Stormachtige markt, maar we gaan met John Maris praten. Hij is van Progressief Schiedam. Gelijk van start, John. Groenhoord van gas los, dadelijk Nieuwland, zelfs Zweaparken wordt genoemd. Hoe staan jullie daarin? Nou, Groenhoord van gas los heeft de gemeenteraad toe besloten om dat te gaan doen. Vervolgens is er heel veel ruis ontstaan doordat verschillende raadsleden het nodig vonden om een hoop onzin daarover te verkondigen. Ondertussen loopt het goed. WoonPlus heeft hier en daar wat steken laten vallen, heeft dat ondertussen goed opgepakt. En Zweaparken en Nieuwland van Gaslos is absoluut nog geen sprake van. We maken ons zorgen over de jeugd. Vanuit Den Haag zou er meer geld moeten komen. Wat zijn dat nou precies voor zorgen, John? Nou, de jeugd die heeft zorg nodig, zeker in deze coronatijd. En in de afgelopen jaren is gebleken dat, het geld wat wij vanuit het Rijk krijgen niet afdoende is om de jeugd de zorgen te bedienen. Vanuit de VNG en vanuit de gemeentes wordt dus gevraagd om extra geld bij het Rijk. Maar ja, goed, in coronatijd, het Rijk heeft niet heel veel geld. Dan moet ik wel zeggen, afgelopen jaar is er minder geld uitgegeven aan jeugdzorg dan verwacht. Maar dat gaan we het komende jaar echt nog wel terugkrijgen. Dus we moeten ons blijven inzetten voor meer geld vanuit het Rijk om de jeugd te helpen. Hoe veilig is Schiedam nou eigenlijk? Nou, Schiedam is niet heel veilig. Wij scoren slecht op de veiligheidslijstjes in Nederland. Maar in de afgelopen jaren is de veiligheid wel degelijk toegenomen. We hebben beleid opgezet, er is beleid ingezet waardoor de veiligheid wel toeneemt. Maar dan hebben we het over de objectieve veiligheid. En we hebben uiteraard ook te maken met subjectieve veiligheid. Dus dat is het veiligheidsgevoel. En daar valt nog wel wat te verbeteren. Ik heb gisteren een filmpje gemaakt over de afvalcontainers. Mensen van Irado en de gemeente aan het woord, die zeiden van nou, het gaat best goed. Een tsunami van kritiek over me heen en foto's. Hoe vuil is Schiedam? Nou, Schiedam is best wel vuil. Irado doet zijn best. Heel veel Schiedammers doen ook goed hun best, maar helaas een klein deel niet. En ja, die zet gewoon vuil daar waar het niet moet of hebben geen pasje. En ja, dat wordt op dit moment heel veelvuldig gefotografeerd en gedeeld, waardoor we het idee hebben dat het echt heel vuil is. Maar echt vuil is het niet, maar ja, er valt wel wat te verbeteren. Het probleem is alleen als Irado telkens dat vuil weg gaat halen, gaan mensen weer meer bijplaatsen. Dus daar ligt niet de oplossing. Parkeerbeleid. Het lijkt wel of je dadelijk in iedere straat moet parkeren. Je moet ervoor betalen. Hoe staan jullie in dat verhaal? Nou, oorspronkelijk in de aanloop van de vorige verkiezingen waren wij tegen betaald parkeren, bijvoorbeeld in Schiedam-Zuid. Ondertussen is het daar zo druk met auto's dat ook wij om zijn. En wel voor betaald parkeren zijn, maar wel onder de voorwaarde dat de inwoners mee gaan doen in een goede inspraakronde. En dan is het echt van belang dat er goed geluisterd wordt van op welke tijden moet er dan betaald parkeerd worden. Welke tarieven hangen we daaraan. Maar daar zijn de bewoners die zijn daaraan zet wat ons betreft. Je noemde het woord inspraak al. In dit programma wordt het heel vaak behandeld. Is er nou echt inspraak of is het schijninspraak? Op dit moment is er eigenlijk helemaal geen inspraak. We hebben te maken met corona. Vergaderen doen we digitaal. De inwoners kunnen daar ja, niet zo goed aan deelnemen. We hebben bijzonder weinig contact en... fysieke inspraak is er op dit moment absoluut niet. Als we dan even teruggaan naar de vorige periode, toen hebben we wel wat stappen gezet in die inspraak. Maar ook daar valt nog steeds heel veel te verbeteren. Maar dat is al jaren in Schiedam zo. We hebben de toeslagenaffaire gehad. Al die vrouwen in de problemen zitten nog steeds met financiële zorgen. De Partij van de Arbeid stelt voor, laten wij als gemeente daar maar aan bij gaan dragen. Nou, de Partij van de Arbeid stelt niet voor dat wij daaraan gaan bijdragen. De Partij van de Arbeid stelt voor dat wij het gaan voorschieten. Die mensen die zitten in de problemen, het zijn Schiedammers. Dus op zich is dat een heel sympathiek voorstel, maar dan moeten we wel eerst in kaart hebben. Wat kost dat? Kan Schiedam dat lenen? En wat zijn daar de kosten van? Maar op zich staan we er niet afwijzend tegenover. Je bent een groot dierenliefhebber. We hebben het wel eens over het hondenbeleid. Moet je ervoor betalen? Wat zijn de uitlaatplekken nog voor honden? Wat is de situatie nu wat betreft hondenbeleid? Nou, de situatie is nu dat de hondenbelasting die gaat afgeschaft worden. Daar hebben we al 20 jaar voor gestreden in Schiedam en uiteindelijk is dit gelukt. De komende 4 jaar gaat dit afgebouwd worden naar nul. Maar daarmee zijn ook de hondenuitlaatplaatsen, de hondenpoepbakken die heel vies waren, die zijn verdwenen. Jeroen Ooyevaar is ondertussen goed bezig met het hondenbeleid om duidelijker weer te geven waar zijn losloopgebieden en waar niet. En is dat aan het uitbreiden. Dus er gebeurt wel wat. Progressief Schiedam,
jouw partij. Maar hoe progressief zijn jullie nou eigenlijk? Ja, dat ligt eraan hoe je progressief uitlegt. Wat zou je als voorbeeld kunnen noemen? Wij zijn vooruitstrevend. Wij kijken heel erg naar de toekomst. Leren wel vanuit het verleden. Noem eens een voorbeeld van die toekomst kijken. Nou, toekomst kijken is bijvoorbeeld kijken naar Groenoord van het gas los. Dat is iets wat 30 jaar gaat lopen. Maar dan moet je wel kijken, hoe staat het met het klimaat? Wat ga je ermee doen? En dat is geen korte termijn politiek. Dat is echt ver naar de toekomst kijken en dat is progressief beleid. Corona speelt nog steeds een rol. Steeds meer Schiedammers worden geprikt. Er zijn ook veel Schiedammers die willen het niet. U bestuurt de stad. Hoe moet dat nou dadelijk met allerlei regelingen en voorzieningen? Ik ben zelf een voorstander van vaccineren. Ik weet ook dat er een groep is die heel bewust niet gevaccineerd wil worden. Die mogen daar geen slachtoffer van worden. Ik kan me voorstellen, concerten, dat soort zaken, dat je daar dan een zogenaamd vaccinatiepaspoort voor zou moeten hebben. Maar ik zou het heel slecht vinden als hier bij het stadskantoor mensen geen toegang hebben om hun paspoort af te halen. Want dan dwing je mensen toch tot vaccineren. En daar ben ik geen voorstander van. Volgend jaar lokale verkiezingen. Is John Maris nog beschikbaar? Dat weet John Maris nog niet. Want? Nou ja, dat gaan we afwegen. Hè. Ik ben nu ik heb er twee termijnen op zitten. Daarvoor ben ik opvolgend raadslid geweest. Op zich heb ik er wel zin in. Progressief Schiedam zit nu in de coalitie, heeft beleid ingezet. En ja, we hebben 80% van ons verkiezingsprogramma hebben we daarin ingekregen. Wellicht is het nodig om nog een vinger aan de pols te houden in de komende 4 jaar. En ja, als er dan een beroep op mij gedaan wordt, wellicht dat ik dat dan nog weer ga doen. Nou, je zei het zelf, jullie zitten al in de coalitie. Maar ik ken ook nog een tijd dat John Maris zeer strijdbaar was. Overal fel op tegen of voor. Waar is die John Maris gebleven? Nou kijk, op het moment dat een coalitie beleid of een college beleid maakt waar je zelf niet aan meegeschreven hebt, dan ben je heel strijdbaar. Dan moet je daar dus wat van vinden. Op het moment dat je zelf meegeschreven hebt aan dat programma, ja, dan moet je dat programma gaan uitvoeren. En daardoor ben ik wellicht nu iets minder strijdbaar. Wellicht als ik weer meedoe aan de verkiezingen of kandidaat stel voor de gemeenteraad en ik zit niet in de coalitie, ja, dan ga je weer een hele strijdbare John Maris zien. Daar ben ik van overtuigd.